We kijken hoe het net eruit ziet in 3, 2, 1. Let's go. Yo, die mensen, welkom bij Skyblock. We zijn weer terug op de server MC Foxcraft. De mannen die natuurlijk deze video sponsoren. Wat natuurlijk super awesome is. Hij zei net van, hey Link, ik wil ook gezellig meespelen. Ga dan naar het IP'tje in de beschrijving. Dat staat er bovenaan. Die kan je kopiëren en in je Minecraft stoppen. Kun je ook op deze server spelen. En ook hier staat die IP-mcfoxcraft.com. Dus als je wilt joinen, join dan lekker. We zijn weer terug op ons eigen eilandje. Want dat moet natuurlijk ook gebeuren. En dit is wat ik wil gaan doen, is naar de Nether gaan. En deze kip even naar beneden gooien. Doe ik impie, limpie, slimpie, rimpie, rimpie, timpie, simpie, limpie. Nee, ik wilde graag hierin. En ik heb natuurlijk hier een flint of steel om daar naar binnen te gaan. Dit, trouwens, de dirt mag wel even weg, hoor. Het is even lelijk. Perfect. Nog 1, 2 en 3 blokjes. It's done. Oh nee, laat maar eentje nog vergeten. Ja hoor, perfect. Oké, we gaan hier naar binnen. We kijken hoe het Nether eruit ziet in 3, 2, 1. Let's go. Het portaaltje werkt. Oké, eerst ga ik ervoor zorgen voor wat extra eten. Eigenlijk heb ik wel genoeg eten. Ik heb een Kimpy Paanty vlees. Dit stukje vlees heet Kimpy Paanty. Nice. Nee, ik denk eigenlijk wel dat ik genoeg heb. We gaan gewoon lekker erin naar binnen. We gaan ontdekken wat we kunnen bedenken hier. Oh mijn god, wat is hier gaan? Ik zie het. We hebben één van de chests gevonden. Die zat hier. Ja hoor, mensen zeiden allemaal van ja, beneden. Oh god, wat heb ik gedaan? Oh god, hij made a mistake. Hij made a mistake. Hij made a mistake. Oh nee. Oh god. Oh god. Oh god. What am I doing with my life? What am I doing with my life? What am I doing with my life? Hé, hey, ligt hier wel Nugget. Hallo Nuggety Puggety. Ik ga hartstikke dood zo meteen. Oké, okay, we moeten eventjes bevechten. We moeten ze bevechten, jongens. Maak ze dood. Maak de park. Oké, maak de park. Langzamer dood. Langzamer. We moeten doodgaan. Maar niet. Hé, hey, je bent klein. Klein bakje. Ah, kleine bakjes. Oké. Okay. Ja. Je bent allemaal dood. Allemaal dood. Allemaal dood. Allemaal dood. Oh god, jullie doen heel veel damage. Jullie doen best wel veel damage. Maar je moet het nog uit. Boom. Boom. Kut, ik ben dood. Kut, ik ben dood. Laten we eventjes teruggaan. Even onze items halen. Want dit was niet de bedoeling. Hey, bedankt voor het wachten op mijn zijn. Mijn spullen. Hey, jullie maken me nu dood. Ik heb mijn spullen pas deze. Oké, jongens. Willen jullie vechten? Hè? Dan krijgen jullie gevecht. Oké, misschien toch niet. Oké, misschien 2 slagen doen. En nu weer verder rennen. Hè? Kom dan, hè? Boom. Oh, goed. Matata, het is, je hebt het of je hebt het niet. Kan ik het niet gewoon even uitbouwen of zo? Even zo doen. Even nadenken, even zo doen. Perfect. Nou, we gaan weer verder, jongens. We gaan ons Kimpy Paanty gaan we opeten en dan gaan we weer verder strijden. Ik ben er klaar. Oh god, ik ben er klaar voor, zei ik. Maar toen wil ik ineens naar beneden. Oh mijn god. Oh Minecraft. Oh my Minecraft. I'm mining diamonds. Diamonds in Minecraft. Ik ga hartstikke dood, want ik hou van Minecraft. La 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 la. Oké, ze hebben weer pijn en voor pijn. Laten we weer gaan. We gaan ze doodmaken. Oh, dat was echt een heel dom idee om hun aan te vallen hoor. Maar niet iedereen heeft het beste idee van Nederland. En ik ben er zeker eentje van die niet het beste idee had van Nederland. Nou, hey, hartstikke mooi. We hebben allemaal. Ik hoor er nog eentje. Er zitten hier nog een paar vast. Die zijn lelijk. Lelijk, lelijk. Hoppakee. Allemaal dood met jullie. Even alle spullen oppakken. Hier nog wat hoofdjes. Lekker meenemen. Ik hoor er nog eentje. Waar zijn ze? Ik hoor jullie wel, maar ik zie je niet. Nou, het zal wel. We nemen even die nette kwarts mee. Dan kunnen we lekker een broodje mee maken. Uiteindelijk als we daar zin in hebben. Lekker meenemen. Hartstikke fijn. Heel fijn dat het allemaal mogelijk is. Oh, kijk eens aan wie ik hier vind. Het is mijn beste vriend. Jodio mensen. Hallo, Jodio mensen. Hallo, gezellig. Hé, hey, zit hier. Hey, jij ook hier. Hallo, gezellig dat je er bent, knul. Wat doen jullie hier allemaal? Oh, die god. Het is echt best wel groot hier eigenlijk. Er zijn soort mini-caveetjes zijn het. Hé, hey, jij ook hier, knul. Ga je me doodmaken? Nou, dacht het niet, hè. Even nog wat moois pakken. Perfect. Ja, weet je, ik wil heel graag naar beneden toe. En exploren. Maar eerst moet ik naar boven toe even in die kist kijken. Want dat is natuurlijk een kistje die ik natuurlijk was verstopt. Even koenkeloeren. Of er wat in zit. We gaan zien in 3, 2, 1 zitten. Oh, dit valt wel een beetje tegen. Een iron en een golden sword. Ik kan wel iets meer verwachten. Ja, ik kan er ook niet veel aan doen, hè. Maar we geven paarden nooit in de bek kijken. Hé, maar dat maakt niet uit. Want als het goed is, zit daar nog wel meerdere meuk. In dat dingetje daar. Dus daar wil ik ook wel heel graag even heen exploren. Dora de Explorer. We gaan er gewoon lekker heen. We gaan daar rustig hierin bouwen. Ja, jawel. Ik denk dat ik ook al bijna bij het einde was daar zo. Ik denk niet meer dat er hier nog wat bijzonders in zit. Maar hier denk ik wel in die toren. Die toren is best wel groot. En je weet dat ik van mijn grote toren houd. Lekker door het plaatsen. Jawel, jawel, jawel. Oké, voordat ik tegen het laatste
haven aangaat. Even concentreren. Ja, we gaan even omhoog hakken. We gaan hier even een mooie trap in maken. Ik vind dit vast niet erg. Ik maak hier even een mooie trap. Oh, kijk jongens. Hier hebben we gravel gevonden. Hey, leuk. Die hadden we er net nodig, maar die hebben we nu wel weer gevonden. Oh, dat wordt een beetje awkward. Meneer de lava, wilt even weggaan? Dankjewel. Je zat op een verkeerde locatie, mijn lava. Ik wil graag dat jij gaat verbannen van dit locatie. Nog meer lava. Yay. Hartstikke fijn. Al dat lava. Ga maar weg. Dankjewel. Zijn we erbij? Oh, ik hoor slimes. Ik hoor slimes. Ik denk dat ik ook mak maak. Oh, god. Ik denk dat ik hier eigenlijk niet zo heel verstandig aan het minen ben. Laat ik dan een beetje naar het midden toe minen, voordat ik het eigenlijk afgeknikkerd word. Yo, what's up, guys? My name is Link Chogger en welcome to a brand new video. Wat is hierboven? Zijn we er al bijna? Ik denk dat we er al bijna zijn. Ik denk het wel zeker. Oh, ik denk ook wel zeker dat er lava is. We pakken het even. Oh, ik pak de lava op en ik gooi meteen de emmer weg. Oké. Okay. Hallo. Hey, what's up, guys? It's Link hier. Wat zit hierin? Oh, maar kijk, hier zitten wel spullen in die ik leuk vind. Nou, laat even concluderen. Hey, hallo. Ah, laat ik toch even. Eh, beneden. Nee, wat een grapje. Wat een poets. 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 Poets, 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 poets. Oh god, ik ga hartstikke dood. Ik ga. Oh mijn god, ik overleefde het. Oké, het is misschien nog niet zo heel erg veilig dan ik had gedacht. Want ik ging bijna helemaal dood. Ik heb ook heel kut arm. Oh, heb ik hout bij me? Ik heb hout bij me. Ik kan eventjes. Even de craft table maken en even goed armen maken hoor. Eventjes goed armen maken hoor. Hoe gaan we dat even doen? Zo hebben we deze en deze gemaakt. En maken we nog even een broek. En maken we even mooie schoenen. Klik, klik, perfect. Dan droppen we ons huidige armen, want dat is hartstikke kut. En dan hebben we een chestplate. We hebben een mooi broekje. Hebben we hier een mooi, ja, per hoofddingetje. Ook perfect. Waar is die andere hoofddeksel? Die heb ik net per ongeluk gedropt. Kijk eens hier, perfect. En even wachten tot ik weer full HP ben, want ik ben hartstikke bang. Nou, we gaan even kijken. Hey, hallo, de slime mag het eerst even dood hoor. Want hey, Blaze. Oh, Blaze it. Oh, Blaze it. Blaze it, Blaze. Hij zit in me. Hij zit in me. Dat vind ik niet fijn. Maak hem dood. Maak hem dood. Hoeveel Blaze zijn dit? Hoeveel Blaze zijn dit? Er zijn zoveel Blaze. Er zijn zo te veel Blaze. Hallo. Gaan jullie nog dood of wat? Oh, ik ben niet eens met mijn zwaard aan het slaan. Hé, hey, hallo. Hé, hey, kan ik hier eventjes even weggaan? Kan jij niet even opgedonderd? Holy shit. Hoeveel Blaze zijn er wel niet? Ah, ik ga hartstikke dood. Ik ga 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 wederom dood. Dood, 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 dood. Oh my fucking god. Ik ben gestorven. Dat is hartstikke kut, 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 kut. Zo, we gaan even lekker terug. Op zoek naar onze spullen. Want, nou, onze spullen. Mijn spullen. Het is niet jullie spullen. Het is niet jullie spullen. Oké, okay, waar de fuck was dat ook weer? Want ik ben wel dit allemaal weg aan het halen. Maar ik kan het moeilijk weg gaan halen. Nou, op zich gaat het wel prima zonder pickaxe. Zoek naar mijn huidige spullen. Ik moet gewoon even een plek vinden waar het was. Dit ziet eruit als een plekje waar ik was. Maar niet het. Voor mij was ik hier zo. Want ik zie ook een magma. Yay, leuk. Ja, leuk dat jullie allemaal stacken. Ik vind het hartstikke fijn, hartstikke leuk. Ja, geweldig. Was ik hier, hier. En dan was. Oh mijn god, het was nog één. Waar zijn al mijn spullen? No fucking way. Oh my god, ik ben alles kwijt. No way. Maar hoe. Zo is alles verbrand, zo is alles verbrand. Oh mijn god, dat meen je niet. Alles is verbrand. Ja, fijn. Duimpje omhoog. Voor al mijn verbranden. Ja, alles is verbrand. Alles is verbrand. Alles is verbrand. Alles is verbrand. Jee, jee, jee. Leuk, leuk. Hey. Jodio mensen. Deze fucking slime moet er eens even afgetikt worden hoor. Yes, hij is tenminste dood. Want ik ging nooit dood krijgen. Maar gelukkig heb ik nog lieve kijkertjes die natuurlijk hier leuke dingen hebben achtergelaten. Even hier een broekje. We hebben hier mooie schoenen. Perfect. We hebben hier een goed diamond zwaard. Nou ja, niet goed zwaard, maar gewoon een oké zwaard. We hebben hier een diamond pickaxe. Kan ik ook wel even gebruiken. Kijk eens aan, een helmet en natuurlijk een chestplate. Ik vind hier een random een sappige spanner. Ik heb geen idee wat het is. Ik plaats ze. Oh my fucking god, hij fucked up. Hij fucked up. Hij fucked up in life. Nope, 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 nope. I'm ain't gonna do it. Nope, nope, nope. Ik ga daar weg. Ik ben het heel erg zat. Ik neem wat aardappels mee en dan gaan we vandoor. Nou, ik heb in ieder geval geen spullen meer. Maar wat ik wel heb is waardigheid. Jodio mensen, ik ga even al die spanners kapot maken. Want ik word er helemaal gek van. Wat zit erin? Gold en horse armor. Hier hebben we ook twee horse armor. Ook gold en een saddle. Dan moeten we wel paarden hebben. Dat zou ook wel leuk zijn. Zou op zich wel geinig zijn, hè. Weet je, best wel geinig, hè. Ja, spannend. Ga. Jezus, wat ben jij groot. Jezus. Jezus, Jezus, Jezus. Hey, jij ook even weg, jij. En jij ook even, Wither Skeleton. Even weg. Dan maken we eventjes al deze spanners kapot.
Perfect. Dan spannen jullie wat minder. Dat is meestal met een spanning. En de laatste. Ja, oké. Nu moet ik jullie alleen nog even allemaal doodmaken. Oké. Vooral die grote, die mag weg. Weg met jullie grote. Ik hou niet van grote slimes. Ik wil ook ze lekker, dat ze lekker in elkaar stekken. Want daardoor... Oh. Zijn ze dood? Ze zijn dood. Nice. Perfect. Ze zijn allemaal dood. Oké. Deze hebben we gehad. Deze hebben we gehad. We moeten even hier in deze kijken. Nice. 2 golden swords. Obsidian. En een saddle. Dat hadden we echt nodig. Een diamond. Dat had 5 flinten steel. Een saddle. En natuurlijk een gouden zwaard. En als laatste hebben we een diamond horse armor. Wat... iron en een saddle. Nice. That was a fun little adventure. Ik ben voor mij meer kwijtgeraakt dan dat ik erbij heb gekregen. Maar wat kan je er tegen doen tegenwoordig? Hè? Helemaal niks. Hè? Nou, even kijken. Kan ik deze val overleven? Misschien wel met full AP. Met full AP kan ik deze val denk ik overleven. Oké, deze val kan ik wel overleven. Ploep. Ah, ja hoor, makkelijk. Ik neem nog even wat van die mushroom dingen mee. Ik weet niet of... Het gaat niet eens mee. Nou, oké. Ik heb een stukje mushroom. Yes, we hebben een stukje mushroom. Perfect. En trouwens, iemand had ook in de reacties gezet. Want die lees ik, zeg maar. Want ja, ik ben een goede YouTuber. Dat ik toortjes moest gaan maken, die ik dus niet heb. Nice, die had ik wel. Maar die ben ik dus kwijt. Maar goed, laat ik die eventjes maken. Dan hebben we nog even kool nodig. Dat zit daar zo. And we go down, 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 down. Oké, en dan hebben we nu dus even wat kool. Plaatsen we die hier zo. Plaatsen we deze hier zo. Perfect. Dan moeten we dus wat toortjes doen bij onze farm. Dan denk je misschien bij jezelf, Link, waarom moet je dat doen dan? Nou, iemand zei dat als tip, zei dat tegen mij. Want mijn farm wordt in het, als het nacht is, wordt die heel erg donker. En er zijn een aantal dingen dat natuurlijk een farm nodig heeft. Ook in het echte leven. We hebben planten 3 dingen nodig. Dat is koolstofdioxide, weet je wel. Nou, dat is er, want het zit in de lucht, weet je, dat hebben ze. Ze hebben water nodig. Nou, dat heb ik ze ook gegeven. Kijk, hier een poeltje water, hier een poeltje water is genoeg. En ze hebben natuurlijk nodig zonlicht. Nou, licht is ook prima. Maar ja, ik heb natuurlijk nu wel zonlicht, maar zometeen als het nacht wordt, dan heb ik geen zonlicht. En dan hebben hun geen licht, dan gaan ze dood. In ieder geval, dat zei iemand tegen mij. Dus ik dacht, nou, dan moet je maar geloven. Dus heb ik gewoon even wat lucht bij, of lucht niet, licht bij gedaan. Dan kan ik even mijn farm even goed gaan maken, want dan gaan mijn farm dus niet meer dood. Dat zou in ieder geval een van de redenen kunnen zijn waarom mijn farm dus aan het sterven is. Niet omdat ik slecht ben, maar omdat ik gewoon, ja, hij doet gewoon een beetje vervelend, oké? Ik kan helemaal niks aan doen. Zo, dan halen we even de farm eventjes weg. En dan gaan we alles weer terugplanten. We hebben zelfs een poisoned potato. We gaan hem opeten. Lekker poisoned potato. Lekker. Nou, dat is overal even de zaadjes planten. Voor de weed, you know, the weed. Die doen we voor de helft en de rest van de helft doen we natuurlijk even de aardappels. De laatste de 4 zaakjes gooien we maar weg. En doen we de rest doen lekker aardappels. En dit moet trouwens ook nog even fixen. Want die plantjes zijn natuurlijk ook allemaal gestorven. Wat heb ik toch een mooie groene vinger, zeggen ze dan altijd. Hè? Oké, we hebben eventjes 1 pumpkin nodig. Dankjewel. Dan willen we graag 4 zaadjes ervan hebben. Perfect. 1 plaatsen we hier. Eentje hier, eentje hier. Dan kan de andere kan weg. Doei, pumpkin seed. En dan hebben we nog 1 melon seed nodig. En die kunnen we dan hier krijgen. Ja, jawel. Krijgen 1 melon seed per een mooie dinges. Perfect. Een melon. Kan het ook weer groeien. Wat hebben we hier ook? We hebben hier nog meer kippen. Jezus. Oh, zit hier 70 kippen in. What the fuck? Oké, dit wil ik proberen, jongens. Ik wil deze nu allemaal in de fik gaan zetten. Loop door, kippie. Loop door. Ik wil jou in het lava duwen. Lijkt me heel geinig. Loop maar, kippie. Loop maar. Het zijn 69 kippen. Ik ga ze allemaal in het lava gooien. Come on. Wherever you are. Hoeveel kippen zijn dit? Ik heb geen idee. Oh, die zijn eens dood. Oké. We gaan heel veel kippen dood laten gaan. Go, go, go. Wow, oké. Dat ging sneller dan ik had verwacht. Ik dacht dat ze allemaal om zijn beurt dood gingen. Net zeg maar als dit, weet je. Kijk, alle kippen gaan langzaam heen achter elkaar dood. Klik, 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 klik. Maar het lava gaan ze dus instant dood. Wat hou ik toch zoveel van kippen? Ga weg, kippies. Ga weg, kippen. Ik ga jullie wegstaan. Ga weg. Get out of here. Ik ben gewoon veel te... Die kippenspannen doen het echt gewoon veel te goed. Als je ooit kippen tekort komt, plaats 1 kippenspanner. Je hebt nooit meer te weinig kippen. Echt nooit meer. Nooit meer in leven te weinig kippen. Want de kippen zijn zelfs hier. Hey, meneer de kippie. Doei, meneer de kippie. En we hebben zelf nu ook een slime spannen. Geweldig. En ik heb ook hier een kimpie en hier een paartjes spannen gevonden. Dus als we dan kimpie en paartjes krijgen, is ook wel geinig. En hier hebben we nog meer spanners. Wat zijn dit dan voor spanners? Dat is denk ik dit zijn varkenspanners. Oké. Okay. Oh jee, wat zijn jullie groot? Ga weg. Kst, ga weg. Opgedaan dit, hè. En dit was voor mij de Enderman spanner, waar die andere grootste al van... Ja, dat was de Enderman spanner. Get out of here, meneer. Oh mijn god. Hey, ik wil niet dood. Ga weg. Doei. Goed, ik ga even lekker mijn huis in. Die nog steeds geen deur heeft, maar dat maakt niet uit. En bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je leuk, even een duimpje omhoog. Van je te surfen, te joinen natuurlijk in de beschrijving. Dank nogmaals voor het sponsoren van deze video. Hier kun je een andere video kijken en onder me abonneren naast merchandise kopen. En ik zie hem 1. Dat is later.